Bam, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we verder met ons F1 24 career. We zijn aangekomen bij de GP van Canada. We staan op dit moment op gelijke hoogte met Max Verstappen. Ieder 139 punten. Meer geluk dan wijsheid. Daar zijn ook wel wat raceomstandigheden voor gekomen om dat te verklaren. Maar we gaan hem met vuur aan de schenen leggen en kijken of we ook hier weer een podium weten te behalen. Let's go! Well, hello and welcome to Montreal. Welcome to... Dit is al gelijk een hele mooie uitdaging natuurlijk. We zijn begonnen aan de eerste vrije training. En zoals je ziet regent het behoorlijk. Niet geheel vergelijkbaar met Canada dit jaar. Maar ook daar ging het er behoorlijk aan toe. We gaan wat practice programs runnen natuurlijk, zoals altijd. En hopelijk weten we hem op de baan te houden. Dat is op zich ook nog wel belangrijk. Even kijken wat voor practice programs we hebben. Track acclimatisatie. Dat is misschien op dit moment wel het handigste wat we kunnen gaan doen in deze omstandigheden. Full wets. Gaat een uitdaging worden. Oké, daar gaan we beginnen aan ons rondje. Kijken of we de auto heel kunnen houden. Het is behoorlijk glad zoals je ziet. Kunst is dus ook om heel voorzichtig om te gaan met je... met je gaspedaal. Want vooral deze poortjes, die moet je dus halen. Oh, het is hier echt enorm malen. Deze helpen natuurlijk allemaal bij de ontwikkeling van de auto. Curbs wil je zoveel mogelijk afblijven, maar je ontkomt er niet echt aan. Oh, die hebben we gehad. Niet gehad. Volgens mij hebben we hem gehad. Maar het is echt met je grote teen gas geven. Anders sta je direct zijwaarts. Kijk, vooral hier. Curb. Op. Probeer hem hier op het grijze te houden in ieder geval. Gaan we op weg naar de hairpin. Op. Heel veel tegensturen, heel veel countersturen. Maar we hebben het overleefd. Kijk, en vanaf ongeveer vierde versnelling kunnen we gewoon vol gas. En nu deze. De Wall of Champions nog proberen te ontwijken. En dat lukt ons aardig. We gaan ook vrij langzaam natuurlijk. Maar het is genoeg. Kijk. Het is goed genoeg voor de practice program. Dus we gaan terug naar de garage. Nou, zoals je ziet, dit was de eerste vrije training. Daar hebben we die track acclimatisatie gedaan. En dat ging oké. Okay. We hebben het programma afgerond. De andere twee programma's die gaan we draaien tijdens P2 en P3. Want, zoals je ziet, daar is mooi weer voorspeld. De tweede vrije training dus. En hier gaan we voor de ERS management. Race strategy laten we gewoon voor de derde vrije training. Here we go. Zit er nog niet zo'n hele mooie tijd neer. Eens kijken of we hier nog wat goed kunnen maken. We lopen behoorlijk achter de feiten aan. Nog meer dan een tiende. Eindelijk zitten we goed qua delta, maar zoals je ziet... qua ERS management is dan weer helemaal niks. Kijken of we nu een ronde kunnen zetten zonder ERS te gebruiken. So far so good. Laten we dit proberen vast te houden. 14e, kom op. In het paarse. Oh, iets te laat met DRS geopend. Paars toch, mag ik hopen. Ja, zeker. Oké, so far so good. Al moet ik wel zeggen, in alle rankings kom ik onder mijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Wat niet een heel goed ding is. Dat is natuurlijk de eerste persoon die je wil gaan verslaan. Maar, hey, wie weet, runde hij compleet andere practice programs. Ik heb nog geen qualifying run gedaan. Dus laten we kijken of we het verschil kunnen gaan maken hier in de one-shot qualifying. Let's go.
2-7 vooralsnog. Flink omhoog geschoten naar P2. Ik heb alleen bijna geen ERS meer. Dus dat gaat op dit rechtstuk een groot probleem worden. Ik kneep hem nu gewoon helemaal uit. We zien wel waar het ons brengt. Hopelijk kunnen we nog wat goed maken in de snelle chicane op het einde. En je ziet het, hè. Van P2 toch nog naar P4. Dat laatste kleine stukje, maar ik ga eerlijk met je zijn. P4 ben ik zeer, zeer, zeer tevreden mee. Zeker gezien de trainingsprogramma's die we hebben afgedraaid. En de resultaten die we daarbij behaald hebben. Vrijwel zeker dat we boven Ricciardo staan in ieder geval. Ja, kijk, het verschil met 2 en 3 dat is nog wel vrij aardig. Zeker met de P1, 14e. Even kijken waar Ricciardo staat. Ik sta 4e, Ricciardo staat 16e. Oké. Okay. 1.11.7 versus 1.11.8 versus 1.11.1. Oké. Okay. Oké. Okay. Tijd voor de race. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to the variants of this track back in 1978, and it was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honor the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, 2.7 miles of the circuit. Die lange rechtstukken gaan ons echt nekken. There are 14 corners in total. Ik zie geen mogelijkheid waarin we P4 kunnen gaan behouden. And average speeds clock in at about 130 miles per hour. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday. Fernando Alonso P2. Toe maar. And it's Fernando Alonso alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Richard Verstappen, naast Lewis Hamilton, Leclerc, Perez, Russell. Perez heeft zijn vorm ook weer gevonden, lijkt het. Oscar Piastri, Stroll, Sainz, Ocon, Albon, Gasly, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Hülkenberg, Joe, and Logan Sargeant. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Race strategy. Even kijken. Nou, uiteraard gaan we maar voor een enkele stop. Van medium naar hard dus. Niks geks aan. Oké. Okay. Goede start zoals gewoonlijk. Kunnen we het zo moeilijk maken? Internal combustion engine, let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts, please. Beetje wheel banging. Maar we gaan voor Lewis Hamilton. Ik wou graag zeggen dat we de jacht geopend hebben op Max Verstappen, maar laten we reëel blijven. Dat is zeker niet het geval. Hier komt Lewis Hamilton maar al voorbij steken. Althans, dat probeerde hij. We zullen vooral in de snelle bochten het verschil moeten maken. Hij probeert hem hier aan de binnenkant te steken. Dat laten we niet toe. Nu kijken of we een klein gat kunnen slaan. Het zou mooi zijn als we hem uit de DRS kunnen rijden. Ik ga er niet alles op gokken. Oef, de Wolf Champions geraakt. Traditie, denk ik, hè. Oké, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS. Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar thanks. Thanks voor de aanmoediging, Jeff. Of nog wat. Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue. So dat zijn dus dingen die je niet wil horen. Nou, ja, daar gaat Lewis. Die hou ik niet meer bij. Of toch wel?
Of toch wel? En nu van de weg rijden. Al is dat een beetje wishful thinking. Ja, Lewis Hamilton is gewoon te snel vandaag. Ik denk dat ik heel veel tijd ga verliezen door hem te verdedigen. Misschien moeten we hem gewoon aan ons voorbij laten gaan. Proberen met alle macht voor te blijven natuurlijk, maar het is niet realistisch. Daar met de DRS dus. Waar komt de volgende al? En dan krijg je dus een dubbele DRS. Dus het aan ons om binnen de seconde te blijven. Kunnen wij misschien nog meedoen met een DRS-treintje? Niet als we zo door bocht heen gaan. Okay, we hebben DRS nu. En ik schakel inderdaad ook echt als een debiel op dit moment. Dat is de enige manier waarop ik hem op de weg en achter Hamilton kan houden. Veel te weinig terrein iedere keer goed. Maar dit is mooi. Alonso bijna op een seconde. En dit is wat ik bedoelde met zo dicht mogelijk maar achter Hamilton blijven. Misschien dat we op een andere compound straks betere pace hebben. Maar met deze gaat het hem niet worden. Mercedes is gewoon veel te snel. Gaat 17e, even kijken hoe klein we het kunnen krijgen. Dit was een touché met wederom de Wall of Champions. Nou, laten we even kijken hoe we het doen met deze beschadigde vleugel. Nou, daar komt Lewis. Een beetje cheeky moet je kunnen zijn. Durven zijn. Vooralsnog P2. Niet verwacht. En dit is de ronde waarin we dus naar binnen gaan. Kijken of dat de race nog gaat veranderen. Oké, here we go. Nou, je bent niks verkeerd gaan. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Dicht achter Verstappen. Heel dicht achter Verstappen. Yes, mate. We hit the target. Nice work. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Maar waar hebben we Hamilton op gezet? Dat is eerder de vraag. Nou, als we hem daarop kunnen houden. Zou dat mooi meegenomen zijn. Gaat bijna 4 seconden. Goede pitstop gehad natuurlijk. Ik zou graag willen winnen, maar dan moet ik niet dit soort fouten blijven maken. Ja, even stappen eruit. Toch wel weer makkelijk weg. Oké, keep an eye on that gap ahead, please. 1.7 seconds. De vraag of we Hamilton nog terug gaan zien. Lijkt af en toe een klein beetje van de tijd af te chippen. Nu 3.4, we begonnen bij 3.7. Of het genoeg gaat zijn, weet ik niet. Kijk, dat is beter. Dat is beter.
you're running low on ERS, reminder that you can play around with ERS modes in the MFD, or lift sometimes and ease onto the brake pedal for some manual recharge. Gaan we doen, is nog steeds 3.7. Dat ziet er wel goed uit. Het is vooral gewoon heel erg belangrijk om hem maar met DRS te krijgen. Is dat een klein touché van Max? Is dat een klein stofwolkje? Ik moet zeggen, die harde bandjes vallen me niks tegen. Het gaat op zich wel. Pushing too hard, ja. Ik ben wel eens vaker versnellingen verloren door dit. Dit seizoen nog niet gebeurd. Lewis in de 4 seconden. Dat is mooi. Deze wordt wel steeds lastiger om te nemen. Zo, Max, ik had er toch meer van verwacht. Wellicht dat we nog iets geks kunnen doen in de laatste ronde. In de laatste rondes, moet ik zeggen. Great stuff, you hit that target. Really good job. Nog 4 rondes te gaan. Kom op. Maar we zullen wel motoronderdelen moeten gaan vervangen na deze race. De slijtage zit er behoorlijk op. Ik blijf hem volledig missen. Het zonde is, want ik kom de hele tijd dichterbij. En dan laat ik het op zo'n moment weer volledig uit mijn klauwen glippen. En zie je dat? Oh. In de 4? Ik kan maar nauwelijks uit de muur houden, joh. Hé, helemaal door een plaatje gezakt. De Claire is hem voorbij gestoken. Ik ben lang blij dat ze niet de vleugel hebben vervangen. Ik was nog helemaal vergeten daarna te kijken. Dat had een grote impact kunnen hebben op de rest van de race. Je ziet het rechtstuk. En ik gebruik mijn ERS, hè. Dan gaat hij alsnog bij me weg. Ja, dan kunnen we hier wel weer gelijk 3 tienden goed maken, maar het schiet niet op. Als je hem niet voorbij komt op dat stuk, heeft het geen zin. Nee, dit gaat hem niet worden. P2. Een hele mooie plek. Onze eerste concurrent, Max Verstappen, die gaat op ons uitlopen. In de kampioenschap. Zoveel glijden hier altijd. Daar sneed ik volgens mij een klein stukje af. Die batterij ook maar leeg natuurlijk. Ik zeg je heel eerlijk, de harde bandjes, maar misschien wel de fijnere banden om mee te racen in deze race. Ik weet niet waarom, maar op die harde bandjes kon ik Max Verstappen veel beter bijhouden. In eerste instantie was hij meteen 5 seconden weg, hè. Nou, hier geen fout meer maken. En richting start-finish. P2. Heel netjes. Yes, mate. I cannot complain about that one. That was an excellent drive. Well done.
En laat de champagne maar vloeien. Ah, mooi trio hier. Hamilton, Verstappen en Verschoor. En Adrian Newey, waar gaat hij volgend jaar naartoe? We hebben ineens een championship rivalry. Niet gedacht dat we daaraan mee zouden doen. Maar 157 punten tegenover 165. We begonnen allebei met 139 voor deze race. Maar, hey. Mijn rivalry met Lance Stroll mag eigenlijk geen naam hebben. Blijven lekker stijgen in de ratings. Volgens mij moeten we uiteindelijk overall rating 82 worden dit seizoen. Ziet er in ieder geval goed uit voor nu. En uiteraard... Wij zijn de baas in het team en dat betekent dat wij bepalen wat de volgende upgrades gaan zijn. En daar gaan we zo heel even naar kijken. Kijk, en dit zijn dus de afspraken die je maakt met specialisten. Het is toch gewoon simpelweg voor dat je meer resources hebt om te gaan ontwikkelen. Wat natuurlijk uitermate belangrijk is, wil je kampioen worden. Want je ziet het, onze auto kan die van Red Bull niet bijhouden. Allright, laten we even gaan kijken. R&D, wat ik zei, we moeten echt gaan investeren in de powertrain. Daar lopen we gewoon behoorlijk achter. Even kijken, zijn er überhaupt mogelijkheden hier? Nee, vooralsnog niet. Alles staat locked hier. Deze is dan in development uiteraard wel. Misschien dat we qua aerodynamics nog wat kunnen. Front wing en plates. Op zich wel kunnen we daar een grote stap in maken. Ja, ik ga daarin investeren. Dan zie je, mocht deze dus op tijd af zijn, maken we weer een grote stap wat betreft ten opzichte van onze concurrenten. Niet alleen wel 28 dagen een hele maand. Maar we zijn al lang niet meer het laatste team op de grid. We zijn Alpine, Williams, Kik, Sauber en Haas zijn we inmiddels voor. En als het goed is, krijgen we ook nog wat onderdelen in de loop van de week. Even kijken. Ignition system. Ja, okay, moeten we opnieuw starten. Is volgens mij deze. Even kijken, waar is die mislukte nou geëindigd? Is dat toch een powertrain ding? Ja, hier is het. En dat is dus doodzonde. Insufficient points. 227 moeten we hebben. Als het goed is, krijgen we zo nog onze weekly resources. Hopelijk gaat dat genoeg zijn. Nou, in ieder geval één upgrade die is er wel door. En 142. Nee, daarmee kunnen we geen verschil maken bij die upgrade. Wat jammer is, want dat is dus een upgrade die is mislukt. En wanneer je daarin investeert voor de tweede keer, is het één goedkoper. En twee, hoef je minder lang te wachten als in eerste instantie. Maar dit was dus de GP van Canada, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. We staan inmiddels op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Achter Max Verstappen. Hij is ons voorbijgestreefd, al moet ik zeggen. Wij waren bij hem aangehaakt. En vervolgens loopt hij weer een stukje uit. Vooralsnog gaan we zeker geen kampioen worden in deze auto. Maar we blijven ontwikkelen. En de volgende keer staat de Spaanse Grand Prix op het programma in Barcelona, Catalunya. Zie je dan. Ciao!